Ronald Klinkenberg, trainer van Nieuwekerk. Nieuwekerk wordt kampioen in de tweede klasse D. Met een fantastische wedstrijd vandaag tegen de directe concurrent Jai Hind. Ik neem aan dat je uitermate tevreden bent. Ja, super wedstrijd. Iedereen heeft gevochten als leeuwen. En dat was het minimale wat we zouden moeten doen. We hebben geen moment gesproken over een puntje is genoeg. We hadden echt gezegd, joh, we willen gewoon hier winnen. En echt duidelijk de beste zijn van deze competitie. En dat hebben we inderdaad ook vandaag waargemaakt. Ja. Een droomstart, want in de tweede minuut scoor je al de 1-0. Had je het gevoel dat daarna kan het niet meer misgaan? Ja, dat was een beetje de kern van het hele verhaal. Visser die gaf zoveel venijn in dat slot. Dat dekte eigenlijk de lading van heel de wedstrijd. En daarna heb je eigenlijk ook, kan ik me voorstellen, geen moment het gevoel gehad dat jij hier nog terug in de wedstrijd zou komen. Want jullie waren dus veel sterker. Ja, weet je, het is, die gasten die zijn natuurlijk best wel wat in balbezit geweest. Alleen ja, tot aan pakweg 30 meter van onze goal af. Ja, dat is geen gevaar. En elke aanval bij ons had veel meer gevaar in zich. En met fantastische goals die we hebben gemaakt. Dus wat dat betreft, nee, echt bang geweest. Geen moment. Alleen ja, je moet zorgen dat je zelf de goals maakt. En die hebben gewoon een ruimschoots op tijd gemaakt. Ja. Nu ga je zelf volgend seizoen naar Capelle. Ik neem aan dat zo'n afscheid als dit, dat een beter afscheid kan je niet wensen als trainer. Nee, dat is waar. Een beter afscheid is sowieso. Aan de andere kant ben ik hier ook gekomen bij deze club om er wat moois van te maken. En daar was eigenlijk de doelstelling echt om in ieder geval te promoveren. Het liefst rechtstreeks, maar promotie was het doel. Daar hebben we 2 jaar over gedaan verder. En dat we dan met een kampioenschap eindigen, dat is natuurlijk fantastisch. En daar heb ik van de club de gelegenheid voor gekregen. Dus daar ben ik ze ook in ieder geval dankbaar voor. En ik heb het reuze naar mijn zin bij deze club. Alleen ja, als Capelle langskomt, dan is dat toch weer een stap hoger en dat is een enorme uitdaging. Wat kan je Nieuwekerk meegeven om zich volgend seizoen optimaal te kunnen profileren in de eerste klas? Ja, om gewoon te blijven doen. Zorgen dat ze de juiste mensen binnen huis houden. En ja, het is voor de club heel vervelend dat ze Sander van der Veek eigenlijk top kwijtraken. En dat is natuurlijk dat is jammer. Maar goed, ja, dat is even een beetje jammer. Dankjewel, jongen. Je ziet het. Het is niet alleen voetbal. Mensen zitten heel dicht bij elkaar. En er is ook zo'n man die daar heel veel van weet. En Robert Visser is daar een van. Die mensen weten wat win is. En dat is fantastisch. Ik wens je nog een hele fijne avond. Ja, dankjewel. Oké.